Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube, mensen. Normaal sluit ik er mij af, maar ik wil het een keer bij de intro doen. Want ik volgens mij, en dat maakt niet uit, nou ja, misschien ook wel. Mensen kijken niet altijd de hele video af. Joh, dat moet je lekker zelf weten. Het is helemaal prima, wat je wil. Maar het laat ik nu eens beginnen met bedanken voor de abonnees, de kijkers, iedereen die deze idioot op YouTube ziet. Die over bier lult en dat soort dingen. Vind ik super tof dat je kijkt. Nogmaals, dank voor het abonneren. Ben je nu geabonneerd? Je weet het. Druk even op abonneren. Als je het niet weet, dan weet je het nu. Druk op abonneren. Druk het belletje aan. Dan zie je wanneer ik weer wat upload of live ben. Want ja goed, dat is ook in deze tijd komt dat steeds vaker voor. Vooral met de Dutch Beer Collective zijn we nog steeds live. Nog steeds op woensdagavond om 8:30 en op zondagavond om 8:30. Samen met Thomas Opent en Dutch Beer Geek vormen wij met z'n drietjes de Dutch Beer Collective. Dus, wil je live? Wil je ons live zien? En vragen stellen aan de brouwer die we op dat moment interviewen? Zeker de moeite waard om dan even te kijken. En stel je vragen. Op dat moment kan het. Maakt niet uit wat je wil weten. Nou ja, als het maar een beetje over bier gaat. Maar in ieder geval, super tof dat je kijkt. En we gaan snel door naar bier. Want daarvoor zitten we hier. Ik kreeg post vanuit Amsterdam. Superleuk. En zo'n slechte imitatie, sorry. In ieder geval Amsterdam. Deze gasten stuurden een berichtje. En wij willen eigenlijk dat ook Beer Geek Holland een review doet. Want die ziet er heel rauw uit. Dankjewel. Is positief, toch? Of negatief? Nee, wel positief. Rauw. Ik hou van rauw. Maar dat moet blijken uit deze review. Oké. Want wat hebben wij? Rauw Brouwers. Wat ik al zei. Rauw. Ja. Uit Amsterdam. Superleuk sticker. Komt op de achtermuur. Jo, als jij kijkt als brouwer of wat dan ook. En je hebt veeltjes. Stuur ze op, hè. Want straks is hij vol. Kan je er niet meer bij. Dan is het klaar. Dus wil jij je brouwerij vereeuwigen achter op de muur bij Beer Geek Holland? Stuur dan veeltjes. Nu kan het nog. En als je niet wil, dan niet, hè. De ene is dood en de andere is brood. Juist. Rauwbrouwers. Ook een mooi boekje. Staan hun bieren in. Check it out. Uiteraard worden ze beide gereviewd. Maar we gaan beginnen met de eerste. Dus even kijken. Wij hebben vandaag van de Rauwbrouwers, wat ik al zei, hun IPA Lot. IPA Lot? IPA Lot. Het is een 6,2% IPA. Echt? Echt. Even kijken. Ingrediënten: water, gerstemout, hop, gist. Nou, dat zijn de elementen om bier te brouwen natuurlijk. Bevat gluten. Koel, donker en recht op bewaren. Nou, dat is gelukt. Nagisting op fles. Volgens mij is deze nog niet zo heel oud. Ik laat je eerst even trouwens het etiket zien. Check it out. Ziet er echt wel heel strak uit. Heel origineel. Ik moet zeggen dat ik er wel van onder de indruk ben. En ik ben echt een etikettenliefhebber. En ik vind dit er wel heel tof uitzien. Gewoon zo'n poppetje die met zo'n flesje bier zo. En dan alle ingrediënten en alle info staat in dat poppetje. Ik vind het goed gevonden. Als je goed kijkt, zie je ook wat hij doet. Hè? Hij loopt tegen iets aan te pissen. Zie je dat? Ja, dat mag dus niet. Maar oké, ik vind het wel leuk gevonden. 6,2% aan alcohol. Tenminste, houdbaar tot februari 2021. En even kijken. Ja, that's it. Ze komen dus uit Amsterdam, wat ik al zei. Dus ik ben heel erg benieuwd. Etiket heeft voor mij al een 10. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het bier. Laten we het snel openmaken. Here we go. Zo, flinke 6. Hou ik van. Gewoon bam, weet je wel. Rauw. Gewoon rauw uit die fles, jongen. Ga hem inschenken. Here we go. En toevallig heb ik ook al zin in een IPA. Waarom? Omdat het mooi weer is. Get it. Alright. Allereerst. De schuimkraag.
redelijke schuimkraag. Grote belletjes, kleine belletjes. Ik denk als ik even zou wachten, doe ik niet, doe ik jullie echt niet aan. Maar dan verdwijnt die schuimkraag redelijk snel. Ziet er gewoon prima uit. Qua kleur. Hij is relatief, op de camera komt het niet over hoor, qua kleur. Dan moet je eerlijk erbij zeggen. Hij is vrij donker voor een IPA. Ja, het is net in die camera, is het net alsof het een barley wine is of zo. Maar dat is het zeker niet. Ik hou hem hier in het licht en dan is hij echt heel mooi diep donker oranje. Ietsjes donkerder dan een gemiddelde IPA. Maar zeker wel IPA waardig. En jammer dat het niet op de camera overeen komt. Excuus daarvoor. Het is echt waar, geloof me. Neem het van me aan. Zeker de juiste kleur. Zoals je kan zien, de schuimkraag is inmiddels redelijk geminderd. We gaan hem ruiken. Rauwbrouwers, hun IPA. Ruikt goed. Ruikt fris. Hoppig. Echt enorm hoppig. Mooi zoetje zit er ook in. Even kijken. Er staat waarschijnlijk niet op wat voor hopsoorten er zijn gebruikt. Nee, staat er niet op. Tip voor de brouwers. Niet dat Beacon het alles weet. Echt niet. Ik wil ook zeker geen beter weten zijn. Maar mensen, vooral de beer geeks, die willen heel graag weten wat voor hopsoorten er gebruikt zijn. Zeker een tipje. Volgens mij past het makkelijk nog op het etiket. Dus volgende keer, kleine tip. Als je dat wil natuurlijk. Of je zegt van, ach man, laas erop. We willen allemaal niks van je weten. We doen het op onze eigen manier. Snap ik. Nogmaals, het is gewoon een tip. Oké? Ja, ziet er goed uit. Ruikt goed. Ja, ruikt gewoon als een echt steengoede IPA. We gaan hem snel proeven. Here we go. Cheers. Lekker. Goeie IPA. Vol. Hoppig. Je merkt wel dat hij is nog goed vers. Redelijk wat koolzuur. Maar zeker niet vervelend. Wanneer komt de dag dat Beaky Golland zegt koolzuur is te veel en is vervelend. Het is wel eens voorgekomen. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik vind hem bij deze, en dat meen ik serieus. En dat is niet omdat ik dit bier drink en rauw wil zijn en zo. Dat soort dingen. Zeker niet. Nou ja, rauw wel. Want het schijnt helemaal damn, gewoon mooi rauw zijn. Maar in ieder geval, hij is niet te. Weet je, hij is mooi in koolzuur. Wel bovengemiddeld. Maar uiteraard niet in de rode zone. Op de rode zone bedoel ik echt dat het, dat je denkt dat je spa rood naar binnen aan het werken bent. Helemaal niet. Zeker niet. Ik denk als ik hem nog ietsjes lang had laten liggen of staan. Hè, rechtop, dit soort bieren. Had het misschien ietsjes minder geweest. Maar echt, geloof me, het mag de pret niet drukken. Want hij is echt wel lekker hoor. Smaakt gewoon naar een goede IPA. Geen spastische dingen. Gewoon clean, clean IPA. Uiteraard. Ja, weet je, ik zeg altijd met clean IPA. Je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld, ik noem wat, de brand IPA. Een beetje van de grotere brouwers. Echte commerciële brouwers. Het zijn ook prima clean IPA's. Die zijn vaak in mijn beleving te clean. Zeker niet vies. Echt niet. Maar het gewoon net even te clean. Hier zit nog dat rauwe randje in. Ja, ik maak hem gewoon. Ik maak hem gewoon. Hier zit het rauwe randje in. Dat hij gewoon inderdaad gewoon, gewoon waarschijnlijk ongefilterd. Gewoon prachtig mooi. Echt gewoon rauw gebrouwen. Dus rauwbrouwers. Top gebrouwen. Super lekker. Zij voor het bier. Ook vandaag op deze warme dag. Ja, ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden. Maar in ieder geval nu vandaag is het warm.
Hij krijgt van mij een 7,5. Ruim voldoende. Dik tegen de goed aan. 7,5. Mooi cijfer. Zeker de moeite waard. Dutch Beer Geek en Thomas Opent, mede reviewers op YouTube, samen vormen wij de Dutch Beer Collective, zullen dit bier ook gaan reviewen. Dus Rauwbrouwers, mochten jullie nog steeds kijken, dan weten jullie dat er nog reviews aankomen van Thomas Opent en Dutch Beer Geek. Nu ga ik echt afsluiten. Hij is heerlijk. Hij is top. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Liken, delen, abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Druk even op abonneren. Doe nou gewoon. Nee, ik ben niet aan het gewoon doen. Weet je, het is... Ja, ik kijk mijn reviews ook terug. En af en toe denk ik, nou, best wel... Nee, onzin. Jawel, ik kijk ze wel terug, omdat ik even moet kijken of het allemaal klopt. Oké, we gaan snel dit biertje opdrinken. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende keer. Cheers.